de bottelarij. Dat is dus het proces waar de flessen gevuld worden vanuit de grote biertanks waar het een tijd heeft liggen rijpen. RVO heeft de brouwerij geholpen circulair te werken. Collega's die hebben geholpen bij het afsluiten van een Green Deal, waardoor het klooster heel veel zonnepanelen heeft kunnen plaatsen. En zelf hebben we vanuit de regeling Groen Projecten een groenverklaring verstrekt voor de financiering van de biologische waterzuiveringsinstallatie. Ja, het is eigenlijk een circulair economische biologische waterzuivering. Dus we proberen zonder allerlei chemische producten tot een waterzuivering te komen waar we eigenlijk gebruik maken van wat de natuur onszelf te bieden heeft. Je kijkt, je ziet hier de planten en daaronder zie je dus de natuurlijke wortels. Daar komen bacteriën aan te zitten die het water zuiveren. Op een gegeven moment groeien die wortels door. Zie je hier kunststofwortels. En aan die kunststofwortels gaan straks die echte wortels zich hechten. Daar wordt jouw capaciteit als het ware vele malen groter. Het heeft op het bier geen invloed, want water voor het bier dat komt vanuit een andere bron. Als je naar een liter bier kijkt, dan heb je 7 liter water nodig om bier te maken. En daar zitten dan nog weer een aantal andere dingen bij, bijvoorbeeld het reinigingswater van de flessen, etc. En daar zouden we wel dit gezuiverd water voor kunnen gebruiken. Deze waterzuiveringsinstallatie is heel erg innovatief. Het is gericht op behoud van de zoetwatervoorraad in de bodem en voorkomt daardoor verdroging. En dat is in dit deel van Brabant erg belangrijk. Wij willen gewoon de schepping mooier maken en de wereld mooier maken en hem in ieder geval mooier achterlaten dan we hem in handen hebben gekregen. Het is heel erg circulair wat hier gebeurt. En het is echt een voorbeeld voor andere ondernemers om dat na te volgen.